uitspraak van Frans Pollux. Wat kunst is, daar breken filosofen zich al zo lang het hoofd over, dat men het woord maar gewoon is blijven gebruiken zonder precies te weten wat het betekent. En toch is het een interessante vraag. Wanneer is iets kunst en wanneer wordt het bijvoorbeeld entertainment? Dat is een van de vragen die ik ga stellen aan theatermaker en Maastrichtenaar van origine, John van Eert. Ik zie het vak als een discipline. En het is een craft, dat vind ik zo mooi in het Engelse woord. Het is echt een vakmanschap. Kijk, het grote verschil is dat wij met onze voorstellingen humor willen brengen en dat wij daarmee de inhoud eigenlijk op de tweede plaats zetten. Wij willen gewoon mensen entertainen. Dat is wat we doen. En daar zit een bepaald vakmanschap achter. En als je een drama speelt, een heel zwaar, weet ik veel, hoe of Virginia Woolf, Equus of Shakespeare, dan moet je dat natuurlijk ook doen. Dan wil je de mensen ook entertainen, maar dan wil je soms ook nog dat ze naar huis gaan en daar nog eens even goed over nadenken. Mm-hmm. En ik wil dat ze naar huis gaan en denken, ik heb niet over nadenken. Oh, lekker lachen. Ik ben doodtop, ik ga lekker slapen. Ik neem een borrel en ik ga slapen. Dat is het grote verschil. En daarom wordt er wel eens gedacht, oh, maar dan is het inhoudelijk dus niet niet van belang. Zeg je nou ook niet gewoon even half in een bijzin het grote verschil tussen kunst en entertainment uit? Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Ik denk niet dat... Ik vind het zo moeilijk om aan te tonen wat kunst is en wat niet kunst is. Dat is zo'n gevaarlijke grens. Nou, luister. Er was dus een juffrouw in de klas en die had een nieuwe leerling. Ja? Ja! Is dat een moment wat aanwijsbaar is? Dat je denkt, oh, als ik maar een heel klein beetje zo kijk of een heel klein beetje dat doe, dan sorteert dat meteen effect op de zaal of genereert dat meteen een lach? Want je hebt weinig nodig, hè? Ja, maar weet je, ik zeg wel altijd, ik heb altijd zo'n gevleugelde uitdrukking dat als ze zeggen dat je de lach aan je kont hebt hangen, dan wil het niet zeggen dat je er een reet voor hoeft te doen. Dus het is waarschijnlijk wel een voordeel dat ik fysiek iets heb meegekregen dat ik kan uitbuiten om de humor te onderstrepen of naar boven te halen, maar het is... Ivonie zei het ook steeds, ja, maar je hebt die gekke kop, ja, en toch is dat niet uiteindelijk wat het is. Dat is niet de sleutel. Moet jij luisteren? Aan toe. Waarom ben je eigenlijk je voorstellingen zelf op een gegeven moment gaan maken? Ik wilde wel iets onderzoeken door zelf te gaan schrijven van waar de grenzen liggen van komedie. Dus ik ben heel erg met absurdisme bezig. Ik ben heel erg met het doorbreken van de vierde wand. Hè. Dus dat wil zeggen dat je het publiek letterlijk aanspreekt zoals een cabaretier dat doet. Ik ben bezig. Een scène kan terugspelen omdat het zogenaamd niet goed gaat. Ik ben nog steeds weer op zoek naar hoe die grens kan op die balans kan vinden tussen dat werkt niet en dat werkt wel. Ik vind het ook heel leuk om soms onderuit te gaan op het toneel. Omdat je dan in een zeker maakproces... Wanneer mislukte je voor het laatst? Kan je dat... Nou, echt mislukken. Kijk, elk seizoen zijn er wel momenten dat je tegen elkaar zegt... En hij werkt niet. En wij vonden hem zelf zo leuk. Ja. En de repetitieruimte hebben we er een deuk toen ik het schreef. En toen we het voor het eerst lazen. En wij vinden hem heel leuk en niemand vindt hem leuk. Niemand pakt hem of niemand... Ja, als je zegt niemand pakt hem, dan geef je hun de schuld. En die zijn er altijd. En dan maak je de keuze, laat ik het erin of haal ik het eruit? En heel vaak laat ik het erin en dan denk ik, ja, ik vind het wel leuk. Ik vind het leuk, voor mezelf. Eentje voor mezelf. Kan je je voorstellen om ooit nog terug te gaan naar Maastricht eigenlijk? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik heel lange tijd het gevoel heb gehad dat ik nooit meer terug zou keren. Maar nu ik wat ouder word, begin ik wel te denken, nou, het is niet ondenkbaar. Als ik straks wat minder zou gaan werken, nu nog niet hoor, morgen nog niet, maar als de tijd komt dat ik het wat rustiger aan zou doen, dan is Maastricht geen onprettige stad om te wonen, denk ik. Nee.
Dus wie weet.